Hallo mensen, leuk dat jullie terug zijn bij een nieuwe video hier van Scribblenauts op het Spookensneeuw. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag weer lekker verder. En we hebben nog heel veel scherfjes te halen. En ik heb jullie hulp ingeschakeld. En we hebben één iemand gehad die zo lief was om eventjes een reactie achter te laten. En dat was onze lieve fan Tamara, die altijd voor ons klaar staat. En de rest van jullie, ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niks gehoord heb. Dat is toch wel erg jammer. Maar wat ze zei is, Koen, je moet een elf maken. En een pot met goud. Pot met goud. Dan moet je de pot met goud legen. Dan komt er een geluksmunt uit. En die moet je dan geven aan iemand. Aan hem. Ja, oh, oké. Okay. De elf had ik niet nodig, maar dat is hem wel. Dankjewel, Tamara. Ze had er nog eentje en dat is twee rollerschaatsmeisjes. Rollerschaatsmeid. Nou, prima. Rollerschaatsmeid. Nog eentje erbij. En dan moet ik een roller derby maken. Roller derby. Roller schaatsbaan. Roller schaats. Roller schaats. Rollerbaan. Rollenbaan. Nee, dat was die andere. Nee, dat was het niet. Rolschaatsbaan. Of gewoon een derby. Derby heeft ze geschreven. Wat is dat? Een hoed? Nee. Rol. Roller derby schrijft ze. Rollerschaats derby. Rollerschaats derby. Rollerschaatser, rollercoaster, rollschaatser, rallyauto. Rollschaatsbaan. Schaatsbaan. Oh, hier staan allemaal hele rare dingen. Dit staat allemaal nergens op. Ja, nou, die kijkt dus nog niet. Misschien een halfpipe, zei iemand. Halfpipe. Ja, oh, het is een halfpipe. Jezus, weet ik veel. Oh my god. Dankjewel. En nu een paard. En oh my god, ja, jullie zijn hier allemaal pissig om geworden. Ik dacht dit, huh? Maar die was het dus niet. Maar het is deze, drinkbak voor paarden. Kijk. Jezus. En dan moet ik een paard maken. Paard, schrijf ik. Maar het is een partypaard. En ik kan hem niet dwingen om te drinken. Dus ik moet hem besturen. En hoppakee. En dan laten drinken, denk ik. Nee. Drinken, bitch. Gooien. Ja, dit is ook niet de bedoeling. Even kijken. We kunnen ook allemaal weg. Dat zijn al die rolschaatsmeisjes nog steeds van de vorige keer. Waar ik een hekel aan heb. Oprapen. Nee. Maar dat paard is ook bang of zo. Even kijken. Wat doet dat paard allemaal? Rustig. Lief paard. Zo, dit is een lief paard. Paard hier komen! Hallo, drink. Waarom drinkt ze niet? Paardje, je hebt toch dorst? Drinkpak. Oké. Ik doe met een touw proberen. Toch met een touw. Touw aan het paard. Oprapen. Hier komen. Drinken. Drinken. Hier. Drinken. Drinken. Klapblok gebruiken. Het is een dorstig paard. Hier, nu ben je zelfs dorstig. Ja, je bent dorstig, dus drink dan ook. Hier is een motherfucking drinkbak. Volle drinkbak. Drink. Drink dan.
Jezus, hoe lastig kan het zijn? Drinkbak. En een dorstig paard. Dit werkt niet hoor. Ik weet niet hoe met jullie zit. Dit werkt niet. Dit werkt niet. Oké, we gaan andere scherven proberen. Andere scherfjes. Even kijken, hebben we hier nou alles al gehaald? Oh nee, hier nog niet. Ja, je kunt hem niet dwingen, ja. Leid een paard naar de waterbak. Ja, nou ja, goed. Ik krijg hem niet van elkaar. Geef de engel haar favoriete taart. Hemels dessert. Engel. Taart. Slagroomtaart. Hemelse taart. Die is het. Kom op, alsjeblieft. Dat kan toch niet anders? Opnieuw wat. Ik doe het even opnieuw. Dat kan niet anders. Als je hemelse taart kan maken, dan moet het dat zijn. Aha. Hemelse taart. Kom op. Kom op, het is hemelse taart. Helse taart. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik zit zo dichtbij de hele tijd, heb ik het idee. Geef de duivel zijn lievelingstaart. Ja. Duivel. Ik kan de duivel niet eens maken. De duivel. Ik kan de duivel niet eens maken. Helse. De hel. Hier is de hel. Ik beklim de hel. Hier. Hier, ga naar de hel. Iedereen moet naar de hel. Duivel. Waarom zijn er geen duvel? Een duvel? Duivelse taart. Niet met elkaar vechten. Oh my god, iedereen vecht met elkaar. Niet doen. Zelfs die taart valt mij aan. Ik wil dit ding. Ja. Duivelse taart. En dan de duivel. Ja, of juist de duivel vindt de duivelse taart niet lekker. Maar de hemelse taart. Niet vechten. Hemelse taart. Ik snap er niks van. Wat? Ik ga zelfs dood. Jezus. Level resetten. Ja. Dan hebben we even een beetje rust in de tent. Rust in de tent, maar we gaan wel naar een ander level. We gaan hier even heen. Het metabos. Het metabos. Jullie rond hier in de knul te slapen. Lachen. Zwaardje. Je weet nooit of het dan pas komt. Oké. Let's go. Scherf. Scherven voedsel. Gebruik een snijapparaat om koekjes van het deeg te snijden. Oké. Snijapparaat. Een mes, gewoon. Deeg. Oh. Deeg. Keukenmes misschien. Een klein mesje. Deeg. Aanvallen? Nee. Deegroller. Eerst moet het gerold worden. Plat. Zo, nu is het plat. En nu kan ik het snijden. Snijapparaat. Snijder. Koekjesmaker. Koekjes. Koekjesdeeg? Koekjesdeeg. Zullen we met de koekjesdeeg wel snijden? Koekjesdeeg. Moet ik ook nog rollen eerst? Ja. Ik snap er niks van.
Een oven. Hoppakee, in de oven. Lege. En is daar mijn koekje? Platkoekje. Ik snap er niks van, verdomme. Hoe kan dat nou, joh? Ik snap er echt helemaal niks van. Ik wil het liefst huilen, maar... Waarom zou ik dat doen? Maak een kom die op de eettafel past en zet hem daar neer. Eettafel. Kom. Grote kom. We zien je zo. Kom, kom maar. Ah, nee. Jezus. Kom maar hiervoor. Creëer een das die er bekend om staat zich nergens wat van aan te trekken en voer hem zijn lievelingseten. Welke das? Welke das? Wat is het lievelingseten van een das? Koek. Hier. Koek op jongen. Das. Weet ik veel. Ik weet het niet meer. Oh, dit spel. Het is verschrikkelijk. Ik ga de volgende keer gewoon een lijst opzoeken. Gebruik een vijzel met een komachtig voorwerp. Ja, dat van die dingen fijn te maken. Hoe noem je dat ook alweer? Vijzel. Een vijzel. En een kom. Pletter, noem ik dat altijd. Pleuter. Nee, wie de fuck is... Niemand snapt dit. De etagère ziet er zo leeg uit, zet er iets op het thuis wordt. Ik maak een etagère. Etagère. Oké, een taart. Oké, nu lukt het. Deze lukt. Hallo. Bruidstaart. Kom op. Ja, hè? Oh, eindelijk weer een scherfje gehaald. Jezus. Jezus, mina. Gebruik een keukenapparaat om een luchtig ontbijtproduct mee te maken dat je normaal met stroop of suiker eet. Ja, stroop of suiker. Dat is... Ik denk pannenkoeken. Maar misschien beschuit. Beschuit. Of. Pannenkoekenbeslag. Pannenkoekenmeel. En een pannenkoekenpan. Pannenkoek. Eet op. Eet op, jongen. Ik. Vind het verschrikkelijk. Gebruik een hoogwerker om hoger op te komen. Nou, oké. Kom op, hoogwerker. Besturen. Dit moet lukken. Ja! Ik ben hoog! 100 Star Rides! Yes, we hebben eindelijk de 100 Star Rides gehaald. En dat betekent dat we er volgens mij nog maar 6 hoeven of zo in totaal. Ja, nog maar 6. We zijn echt super dichtbij. Oh, echt mooi. Maar bind je skis onder en gebruik skimateriaal dat in de hand wordt gehouden om balans te verbeteren. Skistok. Oké, die kan ik ook wel halen. Ski. Ski en dan skistok. Hoppakee, kijk even skiën. La di da di da, ik ski, ski. Woe! Skiwi. Dat is een leuke grap, hè? Wat is groen en skiet van de berg af? Een skiwi. Ah, maar een kiwi is eigenlijk bruin, maar de binnenkant is groen. Leuk. Er zit hier buiten trouwens iemand te maaien of zo, what the fuck? Rijdt in een karretje dat door paarden werd aangetrokken in de wijze. Dat weet ik helemaal niet hoe dat heet. Jongens, ik hoor alleen maar super erge herrie, want wordt hier gemaaid. Ik ga het hier gewoon bij deze laten zo. Laat even wat weten als jullie nog weten hoe ik dingen moet halen. Kijk het op, zoek het op internet op. Laat het weten in de reacties, want ik vind het leuk om jullie reacties te gebruiken en dan zelf op te zoeken. Dus alsjeblieft laat het weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer in de volgende video hier op Het Spiksel. Later, doei!